Subhanallah, Allah heeft ons begunstigd deze dagen met mooie weer en mooie zon. Maar dat mooie weer brengt ook wat problemen mee. Brengt ook fitness mee. En vandaag inshallah proberen we even in praktijk een paar tips te geven aan mij en aan jullie inshallah hoe wij deze warme dag kunnen doorbrengen. Inshallah, boodschap is de eerste khutba. Die is gericht, die is meer gericht naar de broeders. En de tweede khutba is meer gericht naar onze zusters inshallah. Als eerst, dat kan iedereen raden. Als eerst is jouw ogen beheersen in die zomertijden. Vooral dat wij nu in Ramadan zijn. Jouw ogen beheersen, jouw blikken neerslaan, zoals Allah subhanahu wa ta'ala van ons heeft gevraagd. Maar wat je ook vaak hoort is, waarom is het moeilijk voor de meesten onder ons? Nou, gaan we inshallah kijken. Is het echt moeilijk? Of is dat shaitaan en nefs die ons eigenlijk voor gek houdt? En in principe is shaitaan en onze nefs die misleiden ons op een of andere manier. En dan gaan we een paar van die misleidingen behandelen inshallah. Dan zeggen we als eerst, ik kan het niet. Mijn ogen, mijn blikken neerslaan, kan ik het niet. Het is heel moeilijk. Het is bijna onmogelijk voor mij om dat te gaan doen. Maar als je voor jezelf even gaat kijken, stel voor je hebt een computer, die computer die heb je nieuw gekocht. En je krijgt zo'n afbeelding die je kan openen, die afbeelding. Vertelt dat die heel aantrekkelijk is, dat die mooi is en je bent in je eentje. En je wil het gaan openen. En dan ineens krijg je de melding van de virus detector dat er virus eigenlijk in die bestand aanwezig is. Nou, als je het opent, het is een hardnekkig virus die jouw computer kapot kan gaan maken. Ga je het openen of niet? Voor jezelf, ga je het openen of niet? Ik denk 100% gaat het niet openen van de boeders die hier zitten. En zo is het ook. Jij, of is jouw hart belangrijker dan jouw computer? Zo moet je het even gaan kijken, subhanallah. Wij weten ook, we hebben al eerder verteld dat de fitna, als je een fitna toegang geeft naar je hart, krijg je stipjes op je hart. Dan steeds dat jij de raan krijgt op je hart. Nee, mijn hart is belangrijker. Stel voor, een man, een hele sterke man, die heeft een pistool in zijn hand. Hij zegt tegen jou, hé, mijn vrouw, die is schaars gekleed, die gaat hier langs lopen. Als je naar haar kijkt, ga ik jou doodschieten. Ga je kijken? Niemand gaat kijken. Dus het is altijd mogelijk. Dus je moet niet meer zeggen, ja, het is niet mogelijk. Het is, ik kan het niet. Nee, je kan het wel. Iedereen kan het. Anders, als ik niet kan, dan zal Allah jou niet beoordelen op dag des oordeels. Maar omdat jij het kan, Allah weet dat jij het kan. En Allah laykallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Dus als Allah iets van jou vraagt, dan vraagt Hij altijd de mogelijke. Nummer twee. Je zit jezelf onder druk. Dat hoor je ook soms. Van ja, het is eigenlijk zit jezelf onder druk. Je doet jezelf kwaad als je ziet en niet kijkt. Je houdt het in en dat is niet goed voor je. Maar dat is een hele grote fout. Waarom? Omdat je eigenlijk, als je kijkt, dan bouw je in jezelf een grotere verlangen dan kijken alleen. En die verlangen die jij in je hebt, als je altijd je ogen gaat kijken naar alles wat je ziet, oh mashallah, en die verlangen die in jou zit, die kun je niet in praktijk brengen. Of die mag je niet in praktijk brengen. Want als je het in praktijk brengt, dan ben je eigenlijk verder dan alleen maar kijken. En zo maak je het alleen maar moeilijk voor jezelf. We geven een voorbeeld. Alhamdulillah, wij vasten allemaal. En iemand die komt iedere dag bij de asr. Dan gaat hij naar een restaurant waar ze hele lekkere eten maken. Dan gaat hij naast het restaurant zitten de hele dag ruiken. Ruiken. Oh, wat ruikt het lekker. Oh, wat is het heerlijk. Hij maakt het alleen moeilijk voor zichzelf. En als jij kijkt, maak je het moeilijk voor jezelf, want je kijkt naar iets dat je niet kan bereiken. Dus ik zou zeggen, de eerste stap moet je niet gaan nemen.
De eerste stap is een stap die de deuren gaat openen naar de grootste fitna die je eigenlijk niet wil hebben. Jouw moed, dat is een hele subhanallah wijze zin. Jouw moed, ik zeg het in het Arabisch eerst, inna sabruka ala al-ma'siyati qabla al-ma'siyati ahwanu alayka min sabrika alayha ba'daha. Dus jouw moed om die zonde niet te begaan voordat je de zonde begaat is makkelijker dan nadat je het begaat. Dat betekent dat alhamdulillah rabbil alameen, je hebt het geleerd, de winter is voorbij en je hebt niet zoveel last van ogen neerslaan en dat soort dingen. En dan ineens begint de zomer, de eerste dag van de zomer, dan begint de verleiding. Als jij vanaf het begin zegt, ik ga niet kijken. Eerste blik, oké, je kan het niet vermijden, dan neerslaan, alhamdulillah rabbil alameen. Dan wordt het voor jou makkelijk. Dan langzamerhand breng je eigenlijk de hele zomer door. De mensen zeggen, ja, moeilijk, kijken en ogen. En voor jou is het makkelijk. Want vanaf het begin heb je zelf geleerd, want ik neem geen stap. Want de eerste stap die jij neemt, die maakt de volgende stap moeilijker en moeilijker. En we hebben ook gezegd, want wat maakt het nou moeilijker? Is dat je, als je iets herhaaldelijk doet, deze daad wordt niet alleen eenmalig gedaan, maar wordt een gewoonte. Dan maak je een gewoonte van. En een simpele daad is makkelijker te vermijden dan een gewoonte. Voor een gewoonte moet je echt training hebben. Dus vanaf het begin, bismillah, ik kijk niet, ik hoef niet mezelf te gaan verdiepen in deze gewoonte. Dus ik bouw deze gewoonte niet. Ik vermijd het. Dus de eerste stap voor jou is makkelijker dan de volgende. En je vergeet ook niet dat ieder stap brengt altijd naar het volgende. Brengt altijd naar het volgende. Totdat eigenlijk de laatste stap. Dat zie je subhanallah in die surah. Als je heel goed nadenkt, die surah die zegt Aroubillah Mishtarajim. Zegt tegen de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan. En hun kuisheid bewaken. Hun ogen neerslaan. Hun kuisheid bewaken. Dus de ogen, dat is de eerste station, eerste halte naar eindhalte en dat is de zinnen. Als je toegang geeft voor jouw ogen en jouw ogen kennen geen grenzen, dan is de zinnen voor jou heel nabij. Ook makkelijk. En als je vanaf het begin al dat hele makkelijke, het ogen neerslaat, dat je dat in praktijk brengt en het kost je niet zoveel energie, dan is die laatste voor jou bijna onmogelijk. En zo is het, maak geen deuren openen. Nog één ding, soms hoor je van ja, het zijn toch maar kleine zondes. Kijken is toch maar een kleine zonde. Maar vergeet ook niet dat de geleerden hebben gezegd, la saghirata ma'a al-israr wa la kabirata ma'a al-istighfar. Grote zonde is niet meer een grote zonde als je istighfar doet. Als je tauba doet voor Rabbil Alameen, als je inaba en auba en terugkeert naar Allah onmiddellijk, dan is die grote zonde helemaal geen grote zonde. En misschien wordt het ook veranderd naar hasanat juist, omdat je berouw hebt getoond bij Allah. Maar als je die kleine zonde opzettelijk herhaalt en je zegt dit is maar een kleine zonde, dan is dat eigenlijk een grote zonde. Waarom? Omdat je niet moet kijken naar hoe klein de zonde is, maar je moet kijken naar hoe groot degene die ongehoorzaam bent. La tanzur ila sighar al-ma'siyah, wanzur ila 'idami man ta'si. Dus dat je herhaaldelijk en opzettelijk doet, dat betekent eigenlijk je neemt de regels van Allah niet in acht. Het is van ja, oké, Allah heeft gezegd, maar het is maar een kleintje. Nee, het is niet kleintje. Je moet het niet klein zien. Want ieder zonde, als jij echt kijkt naar de gunsten van Allah en kijkt naar hoeveel Allah aan jou heeft gegeven, dan is die kleine zonde altijd groot in je ogen. En als kleine zonde groot is in jouw ogen, dan is het bij Allah ook klein. En misschien vergeeft Allah jou ook. Maar als je grote zonde in jouw ogen klein zijn, dan zal Allah jou niet vergeven. Maar stel voor dat je grote zonde klein ziet. Grote zonde dat je klein ziet. Dat is eigenlijk gevaarlijk. Dan ben je echt diep verzonken bij Allah. Subhanallah. Dat is een van de dingen. Maar ook kleine zondes, zoals wij net hebben gezegd,
zijn altijd de weg naar grote zondes. Want wij kennen iedere grote zonde die heeft de omheen kleine zondes die ernaar leiden. Die zijn net handen van die grote zonden die jou proberen te pakken en trekken naar die grote fitna. En dan moet je niet toegang geven voor die kleine zondes, want die trekken jou naar de grote zonde. Ik eindig inshallah met een paar tips. Tips voor ons allen. Nummer 1. Als je ziet een vrouw die schaars gekleed is, dan moet je dat zien als een aanval van fitna, aanval van shaitaan. Dat moet je niet zien als een kans die je moet grijpen. Het is fitna die ik moet vermijden, niet kans die ik moet grijpen. En zo als je dat leert voor jezelf en bepaalde automatismen laat groeien in je, van oh, shaitaan komt in zijn aanval, stap voor Allah adim, ik kijk niet. Dat is anders dan, oh subhanallah, ik ga proberen mijn ogen neer te slaan en dan blijf kijken, dan probeer jezelf voor te vertellen. Nee, onmiddellijk stoppen. Ieder stap naar haram maakt de terugweg moeilijker. Dat is een andere ding. Ieder stap naar het haram, dat je bepaalde zonde doet, de terugweg van deze zonde maakt het moeilijker. Want we hebben gezegd ook, een gewoonte afleren is moeilijker dan een kleine zonde. En dat betast ook jouw immuunsysteem. Je hebt bepaalde weerstand van Allah gekregen. Weerstand tegen fitna, weerstand tegen zondes. En als je iedere keer laat de virus in je komen, ziekte in jou laten komen, dan jouw immuunsysteem die wordt ook betast. En dan kun je het ook niet meer. Dus eigenlijk maak je jezelf zwakker en zwakker voor de fitna. Tip eigenlijk in dat hele verhaal begrijpen wij dat we de eerste stap niet moeten gaan nemen. De eerste deurmuur moeten we niet gaan openen. Nog een tip, laatste tip, vermijd plekken van fitna. Onnodig naar buiten gaan en dat weer is niet gewenst, is ongewenst. Als je ja, vrienden bellen van het is mooi weer, wat vind je als wij even naar de stad zullen gaan? Even tot de tijd van het fatoor. Wat ga je naar de stad doen? Heb jij wat bezoeken in de stad? Nee, ga dan niet. Oh, we gaan vandaag om mooi weer, mashallah, we gaan picknicken. Nee, met dat mooie weer moet je niet gaan picknicken. Want je weet wat je gaat zien. Dus zit jezelf niet in moeilijkheid. Blijf thuis, waarom niet? Even Koran lezen, even wat kijken. Je kan tijd beter benutten thuis dan buiten. Dus vermijd de plekken van fitna. Dit zijn een paar tips. Ik weet dat het heel snel is gegaan. Ik weet dat het onderwerp heel groot is. Maar met dat klein beetje kunnen wij misschien verder, inshallah. En voor de kouden en de stad voor Allah, die wil je ook een stap veel op. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى وعلى آله وصحبه الشرفى. Die ayah waarmee ik was begonnen, die ging over al-mu'minin, dat ze hun ogen, hun blikken moeten neerslaan en dat ze hun keisheid moeten bewaren. Maar vervolgens zegt de Koran ook: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Hetzelfde. Allah zegt in de Koran, en zegt tegen de gelovige vrouwen, dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken. Opmerkelijk is het volgende. Deze vers zegt, en hun sieraad niet tonen. Nou, ik denk dat fout is in die vertaling, maar hun schoonheid niet vertonen. Dat ze niet verleidelijk moeten zijn voor de anderen. Want dan zie je twee tips voor die mu'minin: ogen neerslaan en kuisheid bewaken. Voor de vrouwen oogtellende ogen en kuisheid bewaken, maar ook hijab. Zeg bedekken, hun schoonheid bedekken. En dan is het interessant dat wij in dat weer hele mooie zomerversie van hijab zien.
MashaAllah. Zie je dat haren zijn bedekt en de rest Allahu A'lam. Dat is geen hijab. Kijk, waarschijnlijk kennen deze mensen niet het verschil tussen hoofddoek en hijab. Hijab is, is bescherming. Hijab is bedekking. Hoofddoek is alleen voor je hoofddoek. Hijab is groter dan dat. En dan zie je, subhanallah, deze zusters, naar deze zusters, gaan we nu praten, inshallah, en tips geven hoe shaitaan een nefs misleidt. En wat in deze kwestie. Soms zeggen ze, dus die zusters, die zeggen van ja, ik ben toch bedekt, ik heb toch mijn hoofddoek, ik heb toch, en dan zie je, subhanallah, of de handen zijn te zien, of doorzichtig gekleed, of strak gekleed. Wij weten allemaal hoe dat in elkaar zit. We hebben ook die modus gezien, we hebben ook, subhanallah, wij leven in deze gemeenschap. Maar, subhanallah, kunnen we zeggen tegen deze zuster, wie hou je eigenlijk voor de gek? Want ik weet, en ik weet ook heel goed, dat deze zusters weten wat goed is en wat slecht is. Maar toch proberen om een uitweg te vinden. Dus doe mij denken, subhanallah, aan de mensen van Sabt. Ik weet niet of jullie gehoord hebben over de mensen van Sabt. Die zijn stam van Benu Israël, van Beni Israël. En hun profeet heeft gezegd tegen hen: op zaterdag mogen jullie niet gaan vissen. En subhanallah, door de week zijn er geen vissen in de zee. En uitgerekend zaterdag, de zee is vol met vissen. Wat hebben zij gedaan? Ze gaan hun netten allemaal in de zee gooien, vrijdag. En zondag halen ze die netten van de zee. En dan hebben ze zoveel vis. Wie hou je voor de gek? Weet je wat Allah heeft gedaan met deze mensen? Hij heeft ze apen en varkens gemaakt. En hij heeft ze ook vervloekt. Allah zegt, op dag des oordeels zullen zij ook de pijnlijke bestraffing meemaken. Wie hou je voor de gek? Alleen jezelf. Jij bent eigenlijk fitna voor jouw gemeenschap. En als wij even gaan kijken naar de hadith van profeet Mohammed alayhi salatu wassalam, wallahi echt beangstigend. Profeet sallallahu zegt, aan Abi Hurairah taqal, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. حديث صحيح مسلم أوثنتيك. Hadith zegt, twee soorten mensen zijn er onder de bewoners van de hel. De eerste soort, degene die zwepen bezitten, zoals de staarten van koeien en de mensen mee slaan. Deze mensen praat ik niet over vandaag. Volgende soort mensen en vrouwen die bedekt en onbedekt zijn. Subhanallah. Als je kijkt, oké, vrouw die of geen moslimvrouw, of niet moslimvrouw, die kan kijken en zegt, het is onbedekt. Maar bij onze moslima's zie je, ja, zij is bedekt, maar ook onbedekt. Dus je weet niet wat voor oordeel je moet geven. Ja, dan begrijp je eigenlijk wat ze bedekt en onbedekt. Hoofddoek van boven en benen te zien, of armen te zien, of doorzichtig of strakke kleding, half-half. Iets voor de engel, iets voor de shaitan. Ja, subhanallah. Iets voor de hel, iets voor de jannah. Een mooie combinatie maken, subhanallah. Profeet Mohammed alayhi salatu wasalam zegt, deze mensen heb ik niet gezien. In tijd van profeet Mohammed alayhi salatu wasalam, zo'n tegenstelling in één persoon bestond niet. Maar het is echt mooi, de mode van tegenwoordig. Gewoon maak combinatie van en dan komt iets moois uit. Vrouwen die bedekt en onbedekt zijn, die verleidt en... Dus zij verleiden en ze worden ook verleid. En dat is het gevaar van onbedekt zijn. Dat is het gevaar van onbedekt zijn, is dat diegene broeders verleidt. En dat zij soms de verkeerde kant opgaan. En wij weten ook, wat iedereen vertelt, als jij leidt naar een slechte daad, dan heb je eigenlijk de zonde, de exact kopie van de zonde van degene die het gedaan heeft. En als een vrouw gaat lopen op straat, onbedekt,
Of bedekt onbedekt, half-half. En jongens worden verleid door deze vrouw. Dan gaan ze kijken. Door kijken gaan ze sms'jes sturen. Door sms'jes gaan ze afspraken maken. Door afspraken gaan ze overspel plegen. Gaan de verkeerde kant op. Allemaal geschreven in de bladzijde van deze zuster. Begrijp je nou waarom is het zo gevaarlijk? En die bestraffing die komt straks in deze hadith. Wat zegt de profeet alayhi salatu wassalam? Hun hoofden zijn hoofden. Hij beschrijft hun hoofden. En hij zegt, zij zullen de geur, zullen de Jannah niet binnen gaan. En zij zullen de geur van de Jannah niet kunnen ruiken. En de geur van de Jannah, die ruiken van heel lang afstand. Dat betekent, zijn heel ver verwijderd van de Jannah. Niet eens de geur van de Jannah. Want wat bereik je van iets? Ja, als je de geur van iets niet kan bereiken, vooral al-Jannah, dan ben je heel ver. En dan ga je ook al-Jannah niet in. Kun je je voorstellen, dat komt eigenlijk door dat opstapelen van zondes boven zondes boven zondes. Vergeet ook niet het hadith van profeet Mohammed a.s.w. die zegt, als een vrouw naar buiten gaat met parfum, en dat ze mannen verleidt, dan is zij bij Allah zaniya. Dan is zij bij Allah iemand die overspel gepleegd heeft. Want overspel heeft ook niveaus en graden. Dan zie je hoe gevaarlijk dat is. Zusters, alsjeblieft, let op jouw kleding, want het is geen grap. En maak eigenlijk niet, zet het verhaal van Banu Israël, wat ze hebben gedaan bij Assad. Nog één ding is, soms hoor je van, ja maar even thuis en bismillah, werk, lees Koran, werk aan je iman, werk aan je kinderen, je huis heeft jou ook nodig, dus tip voor ons allen, dus niet naar buiten gaan wanneer het weer zo is. En iedereen die gaat het kijken en bekijken voor zichzelf en probeert zichzelf te beschermen tegen deze fitna, mogen Allah ons allen beschermen inshallah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidi mawlaya wa habibi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wa radallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an as-sahabati ajma'in wa an at-tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yawm ad-din subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين